Voorzitter, tweets zullen niet meer geplaatst worden tijdens de beraden. En inhoudelijk staat dit kabinet voor de woorden zoals ik die eerder heb gezegd. En dat is, wel of geen hoofddoek maakt niets uit in de waarde die wij hechten aan ieder mens in deze samenleving. Daar staat het kabinet voor. Net zo goed als dat ik vol vertrouwen voor alle leden van dit kabinet sta. De heer Dassen. De voorzitter, de minister-president verschuilt zich nu achter een inhoudelijke lijn. Maar wat hier gebeurt, is dat de eerste vicepremier naast hem tijdens een debat ondermijnt. Tijdens het debat wordt eenheid van kabinetsbeleid wordt doorbroken. Tijdens dit kabinet zet mevrouw Agema hier de boel volledig in de fik. Dit gaat niet om een inhoudelijke lijn. Dit gaat erom dat u direct ondermijnd wordt. En die tweet, die staat ook nog gewoon steeds online. Dus daar is ook nog niks aan gedaan. Dus ik hoef de inhoudelijke lijn niet te horen. Ik wil van de minister-president horen, wat wij vanochtend ook allemaal gevraagd hebben, hoe hij dit kabinet gaat normeren. Want die ondermijning die plaatsvindt vanuit dat vak, dat zal doorgaan. Maar dat dat vanuit dit vak ook gebeurt, dat is onacceptabel. Dan kan Nederland niet bestuurd worden. Dit is een totaal instabiel kabinet op deze manier. Dat staat voor chaos zorgen, voor stilstand zorgen. Dat gaat alle Nederlanders raken. U wordt hier ondermijnd en dan moet u actie opnemen. En ik hoor graag van u hoe u dat nu gaat doen. Dat zijn grote woorden, voorzitter. Nogal wie dus grote woorden? Wat hier gebeurt is ongekend. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Voorzitter, ik blijf herhalen dat de lijn van het kabinet, een lijn die volledig wordt onderschreven door alle leden van het kabinet, inclusief de minister van VWS, dat die lijn is, hoofddoek of geen hoofddoek, maakt ons echt niets uit. Het zijn allemaal mensen, het zijn allemaal inwoners van dit land. En er staan voor al die mensen staan we. Ten slotte. Voorzitter, het is onverantwoordelijk gedrag van de vicepremier. Het is oncollegiaal. Het is een schoffering. Het is een schoffering richting alle Nederlanders. Het is een schoffering richting dit kabinet. Het is een schoffering richting de minister-president. En als u blijft vasthouden, enkel en alleen aan de lijn die u vanochtend ook elke keer heeft uitgesproken, dan denk ik dat u het heel zwaar gaat krijgen. U bent gevraagd door deze hele Kamer om te normeren, omdat er grote zorgen zijn. Grote zorgen zijn over de ondermijning. Grote zorgen zijn over theorieën die uitgesproken zijn. En vanochtend heeft u dat hier geprobeerd om duidelijk te maken aan deze Kamer dat u daar tegenop zult staan en dat u dit kabinet zult normeren. En wat zien we in de middag? Onverantwoord, oncollegiaal gedrag van uw eerste vicepremier. Ik geef het u te doen. Ik zei al, tweets zullen niet meer worden verstuurd tijdens grote debatten. Maar waar het om gaat, is uiteindelijk de inhoudelijke lijn waar dit kabinet voor staat. Inclusief dat van de minister-president. En die staat voor een kabinet wat zich richt tegen discriminatie, tegen racisme en wat de vrijheid laat aan ieder individu om zelf te kiezen of men wel of geen hoofddoek draagt. En daar doe ik niets aan af. En dat geldt in Nederland en dat geldt in de werkomgeving. En dat geldt ook op het departement van VWS. En die zekerheid hebben alle mensen in Nederland en alle ambtenaren die bij de Rijksoverheid werken. Dat vertrouwen kunnen ze in het kabinet hebben.